Een van de dingen die ik nog mis in onze samenleving is dat mantelzorgers bemoedigd worden. En wat is nu fijner dan dat je een schouderklopje van iemand krijgt? Wat eigenlijk de essentie van het boek is, is dat niemand wordt geboren als mantelzorger en bijna niemand heeft van nature genoeg geduld om met dementie om te gaan. Maar goede zorg kan je leren en dat is een proces. En als je het wil, dan kan dat. En wij wilden eigenlijk tips geven uit de dagdagelijkse zorg voor mensen die dag in dag uit, week in week uit, jaar in jaar uit zorgen voor ofwel de mama ofwel de partner. Ik heb van Niek moeten leren, hij kan het niet zeggen, maar ik heb uit zijn gedrag en reacties moeten lezen hoe ik mijn omgang met hem zo moest aanpassen dat hier vrede in huis bleef. Als je niet goed omgaat met dementie, niet geduldig, dan krijg je een nare sfeer. Want mensen met dementie hebben een sterk emotioneel gevoel. Van de week vroeg iemand, is jouw vrouw wel eens boos? Ja, zei hij, als ik alles nat plas. Ik zeg, maar daar ben ik nooit boos om. Hij zegt, ja, dat kan je wel zeggen, maar je stem klinkt boos. Dus met andere woorden, de emotie van mensen met dementie is heel erg sterk. Ik doe liefdevol, ik ben daar nooit boos over. Ik zeg gewoon, dat hoort bij ons, al die was. Maar hij zegt, maar je stem is boos. En daar ben ik mij niet van bewust. Wat ik wil zeggen is, als wij geduldiger ermee omgaan, is ons eigen leven veel aangenamer. En dan gaat de zorg veel gemakkelijker. Als je boos wordt, wordt de persoon met dementie nog bozer. Dan heb je ook ben je slecht gezind. Dus ik blijf gewoon liefdevol tegen hem praten. En ook al zou hij de woorden niet meer vinden, dan kan hij mij wel verstaan. Dat, maar ik heb ook gemerkt dat als hij het niet meer gezegd krijgt of de woorden niet kan vinden, als ik dan ga zingen, dat hij dan wel soms mee kan zingen. Bijvoorbeeld 's morgens in bed, dan is hij vaak meer in de war. En dan wil hij niet uit bed. En dan zeg ik, Niek, doe je poetjes maar uit bed. En hup, dan gaan ze benen. En dan gaat hij meezingen. En dan begint hij, zeg ik, oh, wat ben je schoon. En dan zegt hij, dat heb ik een jaren niet gezien. Zo. Mooi. Zo mooi. En dan gaan we lachen. Ja. En dan gaan we vrolijk naar de badkamer. En dan gaat het verzorgen heel gemakkelijk. En het effect is nu, dat als hij mij op de trap hoort, begint hij zelf al te zingen. Begint hij te roepen, daar heb je mijn lieve vrouwtje weer. Zo hè, doe eens. Ja, wat heb ik het weer moeilijk. Ja. Oh ja joh. Ja. Moet je zien, als ik gewoon praat of als ik grapjes maak of zing, krijg je een hele andere attitude. Dan gaat hij meedoen. Ik maak hem deel van onze dagelijkse dingen. Ja. En ik. Ja, dat is moeilijk ook. Ja. Gisteren moesten we een beetje fietsen, dat wou hij niet. Een beetje bewegen en dan ga ik erbij zingen en dan gaat hij meedoen en fluiten. Waarom niet, hè? Ja, is toch leuk? Ja.